Met de sneeuw van afgelopen dagen komt alles zo langzamerhand aardig in winter- en kerststemming. Her en der schieten de kerstmarkten uit de grond en worden schaatsbanen opgebouwd. Niet alleen bij Beuning on Ice, maar ook in Malden, waar deze week de ijsbaan wordt aangelegd op het Kerkplein. Vanaf vrijdag 15 december tot en met 7 januari kan er in Malden geschaatst worden. De eerste termijn van burgemeester Bruls zit er bijna op. Daarom bespreekt de gemeenteraad in beslotenheid woensdag het functioneren van de burgemeester en de aanbeveling van de herbenoemingscommissie. Er vindt hoofdelijke stemming plaats, maar de stemverhouding blijft geheim. De aanbeveling van de gemeenteraad is openbaar. Daarna stuurt de raad via de commissaris van de Koning een aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het oude clubhuis en de kleedkamers van de opgeheven voetbalclub SCH op Sportpark De Biesep moeten nog voor de jaarwisseling gesloopt worden. Volgens wethouder Renske Helma moet op die manier voorkomen worden dat het gebouw gekraakt wordt. In de toekomst moet het sportpark worden ingezet voor andere sporten, zoals korfbal of rugby. Voor hen moet volgens de wethouder een nieuw clubhuis worden gebouwd. Ook al is het inmiddels gestopt met sneeuwen, toch blijft de sneeuw die gevallen is nog even liggen. En dat zorgt voor problemen voor de wedstrijd tussen NEC en Helmond Sport. Daarom is de Nijmeegse club op zoek naar vrijwilligers die met de sneeuwschuiver aan de slag willen. Zowel op het veld als rondom het stadion ligt nog sneeuw en die moet donderdag 14 december worden opgeruimd. Vrijwilligers kunnen zich melden bij de club. Omwonenden van een leegstaand schoolpand aan de Molukkenstraat in Nijmegen zijn niet blij met de gemeente. Een aantal jaar geleden kwam het schoolgebouw van de Blauwe Buut leeg te staan. En aan omwonenden vertelde de gemeente toen dat het nog jaren zou duren voor er iets met het gebouw zou gaan gebeuren. Tot die tijd zou het een anti-kraakbestemming krijgen. Bij toeval kwam een buurtbewoner er deze zomer achter dat de verbouwing van het pand in de zomernota naar voren was gehaald. Waardoor er nu op korte termijn een woningbouwcorporatie wordt gezocht die er 40 goedkope sociale huurwoningen wil gaan vestigen. Buurtbewoners zijn niet per se tegen de plannen, maar zijn niet blij met de besluitvorming van de gemeente. Daarover gaan ze de komende maanden nog verder met de politiek in gesprek.